geef vandaag een heel mini klein kijkje achter de schermen. Hoe ik mijn filmpjes maak en hoe ik mijn filmpjes bewerk. Ik heb net een filmpje opgenomen voor mijn Look of the Day. Dus jullie zien dit binnenkort zeker even voorbij komen. Maar er wordt heel veel gevraagd van, joh, hoe maak je filmpjes nou? Waarmee doe je dat? Hoe doe je dat? Ga je er gewoon voor zitten? Of ben je binnen 2 minuten klaar? Nou, het is best wel wat werk, moet ik eerlijk zeggen. Ik moet wel een beetje blijven combineren met school. Ik moet ook veel verslagen schrijven, dus dat doe ik vaak tegelijkertijd. Ik heb niet een super snelle computer, maar wel redelijk snel. Ik werk met Movie Maker, dus ook niet heel erg bijzonder. Ja, het werkt gewoon makkelijk en nog redelijk snel. Dus begrijpelijk, laat ik het zo zeggen. Ik kijk vaak een filmpje tegelijkertijd op YouTube. Die heb ik nu even uitgezet. Maar dat vind ik gewoon wat leuker. Wat gezelliger. En ik zal jullie even mijn werkplek laten zien. Nou, zo ben ik op dit moment aan het werken. Dit is hoe Movie Maker eruit ziet. Dan krijg je allemaal beelden van het hele filmpje. Dit filmpje duurt nu ongeveer 19 minuten en 44 seconden. Dus er is nog best wel veel bewerktijd. Dus zo ziet dat er dan uit. Je kan hier van alles toevoegen en bewerken. Je kan het ook rechtstreeks naar YouTube verzenden, maar dat doe ik meestal niet. Nou, dan leg ik hier altijd mijn iPad neer. Daar ligt een bordje waar net cake op lag. Hier zit ook mijn iPad. Dan doe ik eventjes... ik kijk nu Lotte, dat oude programma van vroeger. Vond ik altijd heel erg leuk. En zo ziet het er dan eigenlijk uit. Dit is hoe ik eigenlijk bewerk. Daar heb ik nog niet zo heel veel professioneel dingen. Ik heb wel boxjes, zodat ik het beter kan horen. En verder zit er gewoon heel veel tijd in en best wel veel geduld ook. Maar dit was eigenlijk gewoon even een kleine sneak preview hoe ik het eigenlijk allemaal achter de schermen doe. Want dat wordt veel gevraagd en het is best wel vol te houden. Het went ook wel steeds meer. Het was eerst wel lastig, maar het gaat wel steeds beter. En het is ook gewoon best wel leuk om te doen eigenlijk. Ik bedoel, make-up is leuk, maar bewerken op zich is ook best wel leuk. En het eindresultaat is natuurlijk helemaal leuk. En dat kunnen jullie altijd bewonderen, want tussendoor haal ik ook echt heus wel wat weg. Maar dan was dit eigenlijk de sneak preview achter de schermen van Sharkademy. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en wie weet ooit nog een keer een andere sneak preview. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! It's our party, we can do what we want. It's our party.